1200 gulden op het scorebord en mag voor dat geld prijzen gaan kopen. Ga je gang maar, Esther. 1200 gulden. Mag ik voor 600 gulden, 600 gulden de vitrinekast? De vitrinekast voor 600. Hou je nog 600 gulden over? En voor 500 gulden de meubelcheck. Voor 500 gulden de, wat zei je nou? Meubelcheck. De meubelcheck, ja, we hebben het gehoord. Er werd er nog 100 gulden over. Voor 100 gulden de bakkersbon. Ah, wat lekker. Ja, dat is heel leuk. Gaston, kom maar met die leuke prijzen voor Esther. Esther, daar gaat hij nog hier. Ah, dat is lekker. Want jij mag naar De Bakker. Geniet in meer dan 600 gezellige winkels van alleen maar kwaliteitsproducten, dagelijks vers gebakken. Voor ieder moment en gelegenheid ga je naar De Gele Bakker en ontdek de prima service en klantvriendelijkheid. Oeh, De Gele Bakker, echt, je proeft het. Vandaag krijg jij van onze woonboulevard Heijerkamp een meubelcheck ter waarde van 500 gulden. Zelf iets naar keuze uitzoeken op maar liefst 40.000 vierkante meter woonplezier. Dus dat gaat uiteraard wel lukken. Want het ware woongeluk vind je bij die desbetreffende woonboulevard Heijerkamp in Zutphen. Ga dat zelf maar controleren. Maar Esther, we blijven daar even, want daar komt ook deze vitrinekast vandaan. Een prachtig meubel om toe te voegen aan je bestaande interieur. Een strakke, moderne vormgeving. En natuurlijk levert onze woonboulevard alleen de allerbeste kwaliteit. Want wederom zo'n mooie vitrinekast, de waarde van 600 gulden, is voor onze Esther uit Sittard. Ja, het gaat echt helemaal uitmuntend met Esther vanavond. Maar de andere kandidaten die zijn nog niet uitgepuzzeld. We hebben een vierde ronde te gaan. En daarin zoeken wij nu een persoon. We hebben 11 letters en het is Laurens. Die mag gaan draaien. Succes een persoon, Laurens. Je komt op 350. Mag ik de N van Nico? Nico, nee, mag je niet hebben. Christian. Oh, slecht jongen. Helaas een verliesbeurt. Esther, ga maar door. Oh, wat hoort mijn oor? Een sirene. En dat betekent het bedrag dat zo dadelijk bij Laurens komt. Daar gaan we voor spelen. En we gaan spelen. Ah, wat slecht, zeg. 50 gulden. Esther, je bent aan de beurt. De elf en Leo. En Leo, één keer weet je het woord. Een persoon. Laurens. De T van Tinus. Eén keer weet je het woord. Willem Tel? Nee, jammer. Christian. De S van Simon? Nee, Esther. De R van Richard? Ja, twee keer de R, weet je het woord. Holla Leontien, ja, goed. Laurens. De G van Gerard? Ja, één keer weet je het woord. Regilio Tuur? Hij heeft het goed gezegd hoor, Regilio Tuur. Onze bokser die een paar maanden geleden besloten heeft om definitief te stoppen. 500 gulden, ga je gang en kies een paar mooie prijzen. Mag ik voor 100 gulden de kindervideo's? Kindervideo's voor 100, prima. Er blijft er nog 400 over. Een Discman, een knuffelbeer, een wijnpakketje. Mag ik 180 gulden de CD Opbergmap? Die mag je zeker hebben. Voor 180 gulden de CD Opbergmap. Nog 220. En voor 140 solarium sauna. Solarium en sauna, daar blijft er nog 80 gulden over. En dan krijg je een hele mooie waardebon voor. Gaston, kom maar met je prijzen. De waardebon, daar beginnen we mee. Hey Laurens, met die waardebon kan je uit deze catalogus naar eigen keuze een aantal prachtige boeken en cd's kiezen. Wij wensen je uiteraard heel veel plezier daarbij, de grootste club van Nederland. Alle kleintjes, maar ook zeker de ouders, genieten van deze waanzinnige videocollectie. De klokkenluider van de Notre Dame, Pocahontas, Quispel, het kleine hondje, Roodkapje en Jungleboek. Lekker voor de buis en veel kijkplezier. Of het komende voorjaar je in de steek gaat laten of niet, je ziet er altijd op je best uit met deze gezichtsbruiner. Daarbij deze beauty sauna om je gezicht perfect te reinigen. Ook een uitkomst bij een verkoudheid, want hij is ook te gebruiken met kruiden en aroma. Nu je favoriete muziek uitzoeken vanuit je luie stoel. Dat kan als je je cd's opbergt in deze luxe albums. Per album is er ruimte voor 48 cd's met inlay. En de fraaie jeansleder uitvoering wordt in het gebruik alleen maar mooier en mooier. Hey Laurens, leuke extra ronde voor jou. Als dat leuk is, Gaston, helemaal te gek. Wij gaan zo dadelijk naar de superronde, maar dat betekent eerst dat we naar de kijkersvraag gaan natuurlijk. Want u weet het, u kunt thuis ook allemaal in de prijzen vallen. Althans, in zoverre dat als u de kijkersvraag goed weet op te lossen, dan kunt u dat tot vanavond doorbellen, 11:30 op 06 300 890. En morgen kunt u datzelfde nummer nog een keertje draaien. En dan hoort u of u inderdaad direct wordt uitgenodigd voor de eindselectie van het Rad van Fortuin. Oké, daar gaan we dan, de kijkersvraag van vanavond. Wij hebben dingen die we zoeken, meervoud dus, we hebben 8 letters. U krijgt van mij de C van Cornelis. De F van Ferdinand, de R van Richard en de U van Utrecht. En Leontien, waar staan ze? Oh, daar. En daar. En daar. En daar.
Volgens mij is die vanavond dus echt heel erg makkelijk. Dus u kunt gaan bellen op 06-300-890. Mocht het nu de lijn heel druk bezet zijn, probeert u het dan later op de avond nog een keer. Ik wens u allemaal heel veel succes en wie weet het over een aantal weken hier in de studio in Alsmeer. Goed, we gaan afscheid nemen van twee van onze kandidaten, want we gaan de superronde spelen. Nou, de man die afgelopen vrijdag waanzinnig goed ging en veel mooie prijzen in de wacht sleepte, ging het vanavond wat minder goed af. Want ja, het is niet gelukt, Christian. Maar mooie bloemen krijg je wel, jongen. Dankjewel. Helaas, niks voor Christian. Tweede is geworden Laurens met een mooie bedrag van 2440. Maar met 4590 gulden. Onze winnares uit Roermond, Esther Sittard. Ja, Sittard. Daar gaan ze, feel free. Met deze zuinige, slanke en toch zeer comfortabele alleskunner. Voor wie geen parkeergaatje te klein is, één van de drie hoofdprijzen. Maar dan met deze waanzinnige hoofdprijs van Sony haal je in één keer de bioscoop in huis. Met onder andere een breedbeeldtelevisie, Dolby Surround Pro Logic installatie en minidiscapparatuur voor het digitaal opnemen en afspelen van je favoriete muziek. Ben je voorzien van de nieuwste technologieën op audiovisueel gebied. Only Sony! Maar wat te denken van deze complete keuken? Voorzien van een heus kookeiland en alle denkbare luxe inbouwapparatuur. En wat een opbergmogelijkheden in de royale wandkasten. Want win je de hoofdprijs, mag je voor 15.000 gulden je eigen droomkeuken uitzoeken. Hey Esther, veel succes, hè? Ja, dankjewel, Gaston. Dat hebben we altijd nodig in deze superronde. Want we weten uit ervaring hoe moeilijk dat is als je eenmaal hier staat, hè? Nou, we gaan proberen hem op te lossen. Om te beginnen, Esther, zou ik willen vragen aan jou, zoek de envelop maar uit. Welke wil je? Ja, ik vind het goed. Geef hem maar aan mij, dankjewel. Ik ga je vertellen wat wij zoeken vanavond. Dat is de categorie eten en drinken. We hebben 8 letters. Ga je gang, jouw 5 medeklinkers en je klinker. De L van Leo. L van Leo. De R van Richard. R van Richard. De T van Tinus. T van Tinus. De G van Gerard. G van Gerard, nog eentje. En de P van Pieter. De P van Pieter. Wat wordt je klinker? De A van Anton. A van Anton. Oké, eten en drinken. Ja, we gaan eens even kijken. Dat schiet lekker op. Oh, wat erg. Wat erg. Ai, 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 ai. Kan je iets verzinnen? Ja, ik zou zelf ook helemaal niet kunnen natuurlijk. Maar ik dacht, ja, jij bent zo goed. Nee? Nee, geen idee. Nee. Zwezerik. Ja, dat is ontzettend lekker, hoor. Dat is een delicatesse. Ja, en met een E was je een eind verder gekomen natuurlijk. Ja. Maar die A zit natuurlijk helemaal niet in. Oh jee, ja, u wou nog even weten wat ze mis is gelopen. Oh, die auto. En die had ze zo graag willen hebben. Helaas, maar er is altijd weer die troost dat Esther morgen terug mag komen. Weer in het Rad van Fortuin, samen met Leontien, Gaston en ik. En we hopen uiteraard dat u er ook weer allemaal bij bent. Bedankt voor het kijken. Tot morgen. Dag. Daar staan ze, de puzzelkampioenen van vanavond. De winnares naast Leontien, onze Esther uit Sittard, wint voor bijna 5000 gulden aan prijzen. Laurens uit Vragender, daar moeten we afscheid van nemen. En ook Christian, dat was echt de mispoes van vanavond. U thuis, bedankt voor het kijken naar deze aflevering van het Rad van Fortuin. Maar natuurlijk, ook op dinsdagavond zijn we er weer, hier op 4, met uw eigen Rad van Fortuin.